ga vandaag een boodschap geven, een andere boodschap als in Scheveningen. En ik ga een hele lange stuk Bijbeltekst voorlezen. Ben je niet gewend van mij, maar we gaan dat doen. Ja? Amen. Ik dacht misschien Bijbeltekst voorlezen met galm is ook... Oké. Vooruit. Romeinen 14. Amen. Een geweldige boodschap. Het leuke ervan is, ik was in Leusden gisteren voor een evenement. Het ging over fondswerving en noem maar op. En de spreker daar, de voorzitter van SOVAC, ook een dominee, die haalde deze tekst aan. En heel gek was ik hier al mee bezig. En denk van, nou, heel mooi, want... Toen begreep ik iets ook nog, iets mooier wat hij zei, heel kort. En ik ga dit even met jullie voorlezen. Heel Romeinen 14. Het is goed om de Bijbel te lezen. Amen. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. In die tijd waren er ook veganisten. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Amen. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machtig hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer, en hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. Als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zowaar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet... En ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Amen. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zonde voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt. Waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Amen. Hier staan zoveel mooie waarheden in. Zoveel mooie zaken in. Ik ga daar heel kort even doorheen. Dus we gaan weer even naar het begin. Zoef.
Kijk. Het begint met: aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. Als Paulus hier praat, praat hij niet tegen de wereld. Praat hij niet tegen ongelovigen, maar praat hij tegen mensen die geloven in God. Die geloven in hem. Die geloven in wie hij is. En dat betekent eigenlijk in het algemeen, Paulus geeft twee voorbeelden aan over eten en over de zondagsrust. Daar geeft hij twee voorbeelden aan. Maar er kunnen nog veel meer voorbeelden gegeven worden waar gelovigen anders denken van hoe het wel is of niet is. Hij zegt: ga niet strijden om meningsverschillen. Ga daar niet in vechten. Dit is trouwens, de mensen die in deze tijd veganist zijn, er zijn mensen die veganist zijn omdat ze dat, volgens, dat ze dat geloven. Maar er zijn ook mensen die veganist zijn omdat ze vinden dat de dieren te veel leed aangedaan worden. Dus die zijn niet wettisch van ik eet geen vlees, daarom, maar die willen de dieren leed besparen. Maar wat belangrijk is, laat elkaar in elkaars waarde. Zelfs als iemand geen vlees eet omdat hij gelooft dat de Bijbel dat zegt, omdat dat in het Oude Testament staat, laat hem geloven. Waarom zou je met hem strijden zodat hij zijn geloof verliest? Dat zegt Paulus eigenlijk. Hé, hey. Ik zeg heel vaak als ik praat met mensen, zeg ik: God is vaak veel makkelijker dan wij mensen. Want er zijn in Nederland niet voor niets zoveel kerkafsplitsingen. Omdat de een anders gelooft dan de ander. En dat niet alleen, dat zou, hè, maar ook dat men dan verklaart dat als wij geloven, dat is goed. En ja, wat jullie geloven, ik weet niet waar je terechtkomt, bij wijze van spreken. En weet je, hier staat mooi: wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God heeft hem immers aanvaard. God heeft je aanvaard. En als we tegen mensen spreken en Christus willen verkondigen, dan mogen we de Christus verkondigen die ander aanvaard heeft. Amen. En als God wil werken in die persoon, gaat hij werken in die persoon. En dan gaat hij die persoon van binnenuit veranderen. En niet van buitenaf iets opleggen. Zo is mijn God namelijk. Dan staat er ook op een gegeven moment: wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Hey. Ik heb het wel eens gehad in onze inloop in de Noordpolderkade. Er kwam iemand mij vertellen hoe slecht een van de vrijwilligers was. Ik kwam uit de andere kerk, kwam nooit in de inloop, kwam nooit dinges. En toen heb ik die persoon verdedigd. Het maakte mij niet uit of hij gelijk had of niet gelijk. Maar dat ging hem niks aan. Want ik sta voor mijn mensen. En daarna heb ik wel gesproken met die persoon. Maar laat wat ergens anders gebeurt ergens anders zijn. We concentreren ons op onszelf en op God. Amen. Er staat ook zo mooi: want God is bij machte hem staande te houden. Niet wij. Niet onze veroordeling. Niet onze tromgeroffel. Maar God. Amen. En als God het wil, doet hij dat. En je kan staande houden op twee manieren vertalen. Hè? Om twee manieren vertellen van: God gaat hem staande houden en tegenhouden en straffen. Maar God gaat hem ook staande houden en overtuigen dat hij stand houdt en gered blijft. Amen. Jullie mogen zelf invullen wat Paulus bedoelt. Amen.
Gaan we verder. Gaan we nog verder nog verder. Vers 7. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Hey, dat is wel een statement wat Paulus maakt. Want dat betekent, als je niet voor jezelf leeft en niet voor jezelf sterft, doe je het voor iets of iemand anders. Is jouw leven zo dat je zegt van, ik leef voor God en ik sterf voor God? Is jouw leven zo ingedeeld dat je zegt, Hij is mijn Heer. Hem alleen wil ik dienen. Voor Hem alleen wil ik leven. En voor Hem wil ik, voor Hem mag ik best wel eens vernederd worden. Mag ik best wel een grote mond krijgen. Mag ik best wel bespuugd worden. Maar ja, Hij verhoogt je ook hoor. Ik heb donderdag bijvoorbeeld, toen ik hier was en ik had een vergadering ergens anders, heb ik een van de mensen van de buurtmaaltijd heerlijke chutney gekregen. Voor mij gemaakt. Nou, is toch geweldig? Ja. Terwijl ik niet kook, hè. Broeder Ivan kookt altijd. En anderen. Ik heel soms. Dus, maar ik ga hem niet delen, die chutney hoor. Neem hem gewoon mee. Ik heb hem al thuis meegenomen. Halleluja. Volgende keer, de volgende. Halleluja. Ja. Dan gaan we, gaan we verder omlaag. Ja. Ja. Verder. Ga door. Er staat namelijk, hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Geloof is voor mensen, kinderen God, zo'n belangrijk iets. Zo'n belangrijke tool, sleutel om een overwinnend leven te leiden. Want dat is zo belangrijk om te weten wie God is en hoe Hij denkt. En zijn liefde is groter dan mijn liefde. En dat bewijst Hij hier in Romeinen 14. Zijn goedheid is groter dan mijn goedheid. Zijn tolerantie is hoger dan mijn tolerantie. Want ook ik heb nog wel eens dingen denk van, nou, dat kan echt niet hoor. En misschien kan het ook echt niet. Ja. Maar Gods geest en de Heer denkt van, joh Sam, dim me even. Ik ben met die persoon bezig. Ik zal hem staande houden. Snap je? Nou, en dat is zo belangrijk om te weten. En wij zitten hier in een inloop waar iedereen komt, van iedereen er is. En dan moet je ook tolerant zijn. Dan moet je ook dingen, mensen, als je mensen uitnodigt, moeten ze ook welkom zijn. En je kan ze niet gelijk zeggen van, nou, je moet nu 10 keer een weesgegroetje doen. Je moet 80 keer vergeving vragen en je moet, noem maar op. Zo werkt het niet. Weet je wat ze moeten? Jezus leren kennen. En als ze Jezus leren kennen, gaan ze veranderen. Want ze gaan de liefde van God proeven. En niet onze manier van leven. En wij gaan door zo te leven ook Gods liefde proeven. En Hij gaat ons de kracht geven om lief te hebben zoals Hij lief heeft. En zo veranderen we ook. Ten goede. En dat wilde ik je vandaag meegeven. En daarom heb ik deze preek hier gegeven en niet in Scheveningen. Om je die tools te geven wat in Romeinen 14 staat. Amen. Amen. Prijs God. Halleluja.